Een werkdag is een arbeidsmatige dagbesteding hier in de Krukjes. Wij hebben hier medewerkers die op verschillende afdelingen werken, zoals arbeid, creatief, recycling, dus allerlei afdelingen waar mensen weer een beetje aan het werk kunnen proeven. Ik ben docent. Ik kom zelf uit het onderwijs ook. En bij werkdag ben ik 4 jaar geleden begonnen en ze vroegen aan mij, zou jij een empowerment training willen geven, onder andere ook, om mensen wat zelfvertrouwen te geven. Om te kijken met de medewerkers, wat willen ze, wat kunnen ze, wat hebben ze nodig tot die ontwikkeling, wat mensen willen. Ze zijn hartstikke enthousiast. Wij zijn daarmee bezig gegaan om een manier te vinden en dan zijn we gekomen op Praktijk Leren Plus, omdat wij mensen willen ondersteunen, dat zij een verklaring kunnen halen, zodat ze kunnen laten zien dat ze meer kunnen. Nou, Praktijk Leren Plus voor mij betekent eigenlijk een hele hoop. Voor mij geeft het een doel in het werk wat ik nu aan het doen ben. En een soort van inzicht in hoe ik met cliënten omga en opdrachten doe. Dus ik doe op dit moment social worker. En dat houdt in dat ik met cliënten daar opdrachten uitvoer. Ja, om het voor hen te verbeteren en voor mij om te leren. Het verschil tussen Praktijk Leren Plus en Praktijk Leren is, wij geven extra ondersteuning. Het is eigenlijk een stage waar mensen de competenties gaan uitvoeren om die verklaring te halen. Maar dat zij extra ondersteuning bij krijgen. Dus het is op maat. Iedereen is verschillend en heeft een andere manier van leren, heeft een andere behoefte. En daar proberen wij zoveel mogelijk aan te voldoen. We werken bij het programma Bestaanszekerheid en Waardevol Werken bij Movisie. En bij dat programma vinden we het heel belangrijk dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt. Als je mensen vraagt, wat vind je belangrijk in het leven? Hè? Dan zullen ze zeggen, gezondheid, bestaanszekerheid. En als ze zeggen, wat maakt het leven de moeite waard? Als je dat aan mensen vraagt, dan zullen ze zeggen, ik wil het toe doen. En dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Maar hoe bereik je dat eigenlijk als je geen werk hebt? En zelfs nu de vraag naar werk eigenlijk toeneemt, staan er nog steeds heel veel mensen aan de kant. Dat gaat onder andere om mensen met psychische kwetsbaarheden, verstandelijke beperkingen. Mensen die eerder met school zijn gestopt. Geen diploma, hebben daar ook wel frustraties bij. En vanuit het programma proberen we eraan bij te dragen dat er dus meer mensen meedoen op de arbeidsmarkt. En het tweede wat ik wil noemen is het platform Werk Inclusief Beperking. En in dat initiatief werken we met 4 aanbieders die allemaal proberen een brug te vormen tussen niks doen en betaald werk en alles daartussen. Ja, Werkdag is een heel mooi voorbeeld en een heel belangrijk initiatief voor ons programma en voor het platform. Omdat ze hier werken aan het weghalen van die obstakels. Dus ze proberen echt het switchen van de ene vorm van werk naar de andere, proberen ze simpeler te maken. Werkdag is daar bijzonder in, omdat ze eigenlijk allerlei vormen van werk bieden. Die misschien wat meer begeleiding vergen en wat aangepast vergeleken met andere werksituaties. Waardoor meer mensen hier mee kunnen doen. Maar daarmee maken ze eigenlijk een hele natuurlijke brug voor weer ander werk te zoeken. Kijk, het ding zeg maar is, ik heb een reden waarom ik Praktijk Leren Plus doe. En dat komt omdat ik dus ben uitgevallen op school, terwijl ik eigenlijk wel gewoon daarin verder zou kunnen. Nou, wat ik er heel erg leuk aan vind is sowieso, ik ben een heel sociaal persoon. En op deze manier krijg ik toch een beetje mee van hoe het is om een begeleider te zijn en hoe ik daarin verder kom. Mijn rol als jobcoach bij Werkdag is mensen van onder andere Praktijk Leren Plus zo regulier als mogelijk op de arbeidsmarkt neerzetten. Dat kan van vrijwilligerswerk tot gewoon regulier een betaalde baan met jobcoaching of zonder jobcoaching als dat mogelijk is. Waar we mee bezig zijn met kandidaten is ook om het netwerk mee te nemen in het hele verhaal. Het is gewoon belangrijk dat je ouders, verzorgers, eventueel psychologen, psychiaters allemaal op één lijn hebt om ervoor te zorgen dat er niet een verwarrende situatie voor de persoon in kwestie ontstaat. En eventueel ook contact zoeken met het netwerk om weer alles op één lijn te krijgen. Ja, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Ik heb logistiek, doe ik, nu op dit moment. En op zich is het best wel zwaar werk eigenlijk, want je moet heel veel sjouwen, hè, zoals ik net ook zag. Hè. Dus dat is voor mij best wel zwaar. Maar eigenlijk wil ik het liefst zit ik altijd wel op de computer Excel te doen. Dat is eigenlijk wat ik het liefst doe. 3D tekenen doe ik ook, hè. En dan, als je dan meedraait, dan leer je toch van elkaar van hoe dat allemaal werkt. Hè? Zo'n stielapparaat en hoe dat met achterin de coulisses werkt, hè? Bij de invoer en uitvoer. Dat is op zich wel waardevol om dat te leren kennen. Dat je ook weet hoe het moet. Dat je toch ervaring op doet. En zeker op afdelingen waar je eigenlijk normaal gesproken nooit komt. Dus ja, dus dat vind ik wel waardevol eraan.
De docenten leren van ons en wij leren van de docenten eigenlijk. Zo zit het eigenlijk. En dan kan je soms wel eens met elkaar in discussies komen. Iedere student is uniek. En om te zoeken wat nou bij hun past en ook de mensen die hun begeleiden, die nog zoekende zijn, van ja, hoe kunnen we dat doen in de praktijk? Dat geeft soms hobbels en dat we het niet altijd weten. Hun komen dan met van, dan moet je dat zo en zo doen. En dan komen we erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo werkt. En dan zeggen we van, ja, maar zo werkt het eigenlijk beter. Dus dat zo leer je eigenlijk. En dan zeggen ze, oh ja, het is ook zo. Leerlingen denken ook mee als er een probleem is of als er iets leuk is. En ik merk gewoon een hele goede begeleiding van de docenten daar. Ik ben blij dat ik 5 jaar geleden op werkdag hier ben terechtgekomen en dat ik me toch kon ontwikkelen naar wat er in me zit. Dat vind ik mooi. Dat maakt werkdag en waardevol werk eigenlijk bij elkaar.